Wanneer hij zegt dat uh, de mensen een mandaat hebben om het uit te voeren, uh, dat is waar. Maar de wijze waarop uh, dat mandaat werd uitgevoerd is ondemocratisch, dat hebben we al vastgesteld. En daarop is hij niet ingegaan. En hij, hij weet niets van het Surinaams recht af. Omdat in uh, onze grondwet staat er in artikel 54 lid c. Politieke ambtsdragers zijn burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk voor hun handelen en nalaten. Bovendien hebben die politieke ambtsdragers, dat is lid F, de plicht om hun taak uit te oefenen in het algemeen belang. Dus de staten noemen ze al het al veranderd. staat in de grondwet. Dus die man weet niets van het recht daar. Ja. En die man is helemaal niet technocratisch bezig geweest. Dus, en wanneer je, dus je moet alvast wanneer je een uitspraak doet. Wat hij zegt kan waar zijn, maar misschien van de jaren 90 en in een ander land. Het is niet binnen de juridische context van Suriname. Want het past niet in de juridische ja. context van Suriname. En bovendien, wanneer het zou passen in de juridische context, dan zou je moeten nagaan. Hey, die wet mag je inderdaad maken, want je mag speculeren op olie. Je denkt, je, hebt, je gaat verdienen. Dat is fijn. Dat, dat, dat mag, toch? Maar we hebben al uh, uh, gezegd, het is uh, niet legitiem. En dan ga je later zeggen, van, als hij te kwade trouw bezig is. Te kwade trouw bestaat niet in het strafrecht. Dat is belachelijk. Zie je al te goede trouwen moord plegen? Het strafrecht kent geen te goede trouwen, te kwade trouw. is ja. onzinnig wat hij gezegd heeft. Uh, en tegenwoordig spreekt men ook niet van goede trouw en kwade Men spreekt van... Uh, zaken als uh, uh, zorgvuldig, redelijkheid en billigheid ja, ja. enzovoort. Dus ik, ik vond het echt onzinnig.